Hallo allemaal en welkom terug bij The Walking Dead, seizoen 2, episode 2. Ik ga het niet altijd maar zeggen, ik ga gewoon voortaan zeggen, welkom terug. We zijn weer terug, we hebben net Sarah een beetje leren zelf verdedigen, met een geweertje natuurlijk. En Luke is helemaal teruggekomen, tenminste we gaan ervan uit dat dat ook Luke is, dat Sarah niet heeft gelogen. Want we mochten natuurlijk de deur niet voor iemand openmaken. Dus we moeten even kijken uit het raam. Heel rustig aan blijkbaar. Heel rustig lopen, Clementine. Nou, want staan lopen, dat zit er niet zo blijkbaar in. Die heel voorzichtig zijn. Oh, wie is dat nou? That's not Luke. Clem, I think I know him. Wie is dat? Shh. You can't see me. You have to make him go away. Wie is het? Who is he? I don't remember. Clem, I can't breathe. Wat is er aan de hand? Shh, alles komt goed. Shh. Natuurlijk, dan gaan wij even openmaken, want dat is het perfect logische wat je gaat doen. Op slot. Ga weg, ik heb een geweer. Is dat hoe je dad taught you to greet a neighbor? I've got a gun. A smart girl, I would too. But I'm not a bad guy, honey. Nou, dat zeggen ze allemaal. Iemand die zegt dat hij niet slecht is, vertrouw ik al meteen niet. Kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? Wat is jouw naam? George. Ik ga natuurlijk geen hand geven. Pleasure to meet you. Tuurlijk niet. Ik vertrouw hem helemaal niet. George in the jungle. Nee. Please leave. Please leave. Op rotten. Georgie. This is a nice place. Is there anyone else around? You don't usually see cabins this big out here. We hebben een hele grote groep. Lots. Oh, how big? Millions. They'll be back soon. And they left you here all alone. They must trust you. Tuurlijk wel. Ik ben er niet van helemaal goed te vertrouwen, toch? I'm out looking for my people. 7 of them to be exact. They've been gone a long while and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen. Toevallig waren wij met z'n zeven, hè? Spanish guy and his daughter. Quiet girl. Die ken ik. Big black guy. This big. And a pretty little. Ze zijn inderdaad een heleboel weg. Hoe kan je die nou kwijtraken? This whole damn thing's a pain in the ass. Iets klopt hier niet helemaal, dames en heren. Iets klopt hier niet helemaal. Waarom kan George zomaar naar binnen kijken? Typisch George, gewoon naar binnen stormen. Hè? Typisch George. Wat is dat? Looks like a damn tornado ran through here. Must be like close to 10 people with you. More. Ja, 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen. Oh, een mes. Dat is handig. Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts headed up north. Pak een mes, Clementine, pak het mes. Oh, wow, George. Ga je mij nou... Oh, wow, George. Typisch George. Ik pak het wel, hoor. Oh, I'll take it. Oh. Hey, George wil helemaal niet eens... Is niet zo'n slechte man. Hij heeft me niet eens neergestoken. Nou, dat is best wel aardig van hem. Vind ik. It's a real nice place. Kind of cozy. Ja, precies. Dankjewel. Ik heb het zelf ingericht. Nee, eigenlijk niet. I knew a guy that always wore shirts like this. Oh, whoop-de-doo, man. Real smug, son of a bitch. What is met him gebeurd? Let's just say we had our differences. Ooh. Sooner or later, people close to you will find a reason to cross you. Happens every time. Well, well, White's in trouble. Yeah, that ziet er zo wel uit. 3 moves away from checkmate. En misschien ook niet. What was that? Dat is een kat. Oh, maar weet ik niet hoor. Nee, geen idee, het was gewoon een geluidje, weet je wel. Oh. Oh, Sarah. Oh, typisch Sarah. I thought you said nobody's here. Het is waarschijnlijk de wind. Typisch George. Gewoon naar boven lopen, hè. Ik zeg toch dat je niet naar binnen mocht. Tjongejongejongejongejonge.
Sarah. Ja, dat is echt een plek waar je niet gaat zien hoor, Sarah. Echt wauw, wat een plek. Wie kijkt er nou niet onder het bed? Welke aardappel doet dat niet? Welke aardappel? Kom op, man. Welke apel? Kijk nou niet onder een bed, man. Nou, ik wou net zeggen. Oh. Echt serieus? Wauw. Who's this? Uh-oh. Nou ja, een kind, hè? A kid. Yeah. Looks like it was taken in this room. Dat zou kunnen. Wat wil je, bitch? You have no idea who these people are, do you? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? Helemaal niet. Well, they locked me up in a shed. If people don't trust you, how can you trust them? Daar heb je een heel goed punt. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. Okay, je hebt jezelf ook naar binnen gelaten. Why shouldn't I trust? Ja, waarom zou ik ze niet vertrouwen? You have a real good day now. Oh, ja, nu ben je opeens niet meer zo spraakzaam. Maar eerst ben je... Godverpierlijk is man, George. Echt typisch George dit, niet normaal. Echt niet normaal, typisch George. Where is he? He's gone. Weet je dat wel zo zeker? When he comes back. Nou ja, dan zeggen we zo, hey George, hoe gaat het ermee? En dan zegt hij zo, ja, wel goed, denk ik. En dan zegt ze van, nou, mooi om te horen. Tenminste, daar ga ik vanuit dat zo'n gesprek zo gaat gaan. Hey, daar zijn ze, wat toevallig. Sarah, they told me about Pete. You know where he is, right? Come on, let's go. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Ah, het ook een toezichtig. Calm down? I am calm. You calm down. Ik heb de deur niet open gedaan. He just came in. She's telling the truth. Did he say his name? Did he say? Ja, dat zei hij. Ik heb het zelf gevraagd namelijk. Zijn naam was George. You know damn well who it was. He said his name was George. Georgie in the jungle. Ja, George. That's what he said. Ja, dat is wat hij heeft gezegd. Clem, just tell us what he looked like. Did he sound different? Hij had een snor. Like mine or more like Alvin's? It was droopy. What the fuck is that over? What about you, Dad? You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy or not nice. Ja, dit is niet leuk doen, hè. You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. Dat weet ik niet zo zeker. It seemed like he'd be coming back. He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking? Ja, what the fuck, man? Carlos. What? You need to calm down. Ik heb mijn foto genomen. I took the picture. It's my fault. Ja. No, I asked her to. It's my fault. Sarah zal het onthouden. Typisch Sarah. Net zoals George, altijd zo. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Dan? Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! Moeten we niet nog even zeggen wat er met Pieter... Waarom ging je weg? Nou, hoeven we niet te zijn vragen over Pieter. Oké, dat is goed. Of uitleggen over Pieter. Why did you leave his camp? Because we had to. Goed antwoord, man. But William Carver is a dangerous man. William, was hij niet George? He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Een kamp of een... I'm sorry to involve you. Kamp. Zoals een kamp van de Tweede Wereldoorlog, zullen we zeggen. We have to leave. Nou, ze vertrouwen me nu tenminste, maar zullen we maar zeggen. We have to find Pete. We'll get him on the way out, Nick. Clementine. You know where he was, right? Moet helaas zeggen. Clementine. Het is misschien... Clementine. Ja, oké. Het is misschien een goed idee om even te zeggen wat er met Pete gebeurd is. Yeah, just a little ways. Clementine.
Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little off. Ja, dat krijg je met al die hormonen. It's just a tough time right now with the pregnancy and all. Waarom is Carver achter jou aan? Why is Carver after you? After me? Georgie. Oh, you mean us? It's a long story. He has a hard time letting go. Yeah, ik heb zo'n gevoel dat je iets achterlaat. You know, none of us would make it on our own. Daar heb je een goed punt. Hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Ja, dat heb je een goed idee. I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Ik weet zeker dat ze Lee gaat voorstellen. Waar gaan wij heen? Ik wou net zeggen, Klemte gaat gewoon hoppakee naar rechts. Maakt allemaal niet zoveel uit. Clementine. Is Piet daar? Shh. Die zombies, die zijn daar. Misschien moeten we die even afmaken of is dat geen probleem? He's not in here. This was the last place I saw him. Maybe he's around here somewhere. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Keep your eyes open and stay in sight. Nu heeft het geen zin meer om niet meer te zeggen dat hij dood is, want ja, dan is het een beetje laat. Dan gaat iedereen boos worden. Dat is niet zo'n goed idee, hè? Oeh, dat zijn allemaal bloedsporen. Ik heb zo'n gevoel dat hij daarin is gekropen. Yes, maar ik gevoel. Zullen we eens even gaan kijken? We gaan eens zeker eens weten even kijken wat daar is. Vooral ook voorzichtig doen eventjes. Nee, natuurlijk niet. Pietje! Oeh, dat ziet er niet zo goed uit. Nee, dat ziet er een beetje uit alsof die een lekker maaltijdje was. Ja, ik moet het wel even eerlijk zijn. Oh my god. Hij ziet er lekker opgegeten uit. What the hell happened? Nou, waarschijnlijk kwamen de zombies aan. Oh, wat? Geschoten? What? He didn't have a gun. Wow. Who did this? George! Son of a bitch. Die George, die gaat eraan. Die George, die gaat eraan. Zomaar Piet neerschieten. Niet normaal, dit. He's gone. Zullen we hem niet begraven of zo? Nee, oké. Come on, man. Ik hoop, Luke. Helaas, man. Helaas waren jullie ook op het laatste moment heel toevallig net aan het vechten. Dus ja, dat is ook weer zoiets van, we hebben gevochten en nu is die dood. En nu heb ik spijt dat die dood is, omdat we net gevochten hebben. Waarschijnlijk. Tell me how it happened. Hij heeft mijn leven gered. He saved my life. Well, that was Pete. Hij was een held. I'm sorry. Een echte volksheld. Piet de volksheld. I'm worried about that kid. Keep an eye on him for me, would you? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Sorry, you still want to come with us? Nee. Nee, natuurlijk wel, joh. We got off to a rough start. Ja, ik ben met jullie. I can't make any promises, it won't get rougher. Yeah, I'm with you guys. And we are glad to have you. Not everyone is. Well, they'll get there. Op zich wel, ik denk dat de meesten het onderhand wel leuk vinden, toch? Now, if they're tracking us, we should be able to lose them up there. 5 days? 5 dagen, dat is wel veel, hè? We have to keep moving now. It's our only choice. Het is onze enige keuze om te blijven lopen. Arme Luke. Arme Luke. Tjonge jonge. Dat is minder voor hem, hè. 5 dagen later. Mooi gebied. Zeker niet verkeerd. Not bad at all. Zo, hebben we nog een verrekijker ook? Damn. See anything? En bomen. Heel veel bomen. Ik zie dit. A lift or something. Lift. Must be that ski resort. Yep, daar heb je helemaal gelijk in. Never been skiing. Leuk feit, Clementine.
Heel leuk feit, Clement. En echt niet normaal. Dus daar een... klein huisje. How big is it? Klein? Dat zei ik toen net ook. Klein huisje. Oh. Daar is een brug, ja. Natuurlijk wel. Als je daar niet overheen kan lopen, dan kan je nergens overheen lopen, toch? Dus, ik zie de lucht ook, ja. Verder is er niks meer te zien, dus gaan we daar even kijken. Oh, het zal een ski resort zijn, toch? Heel groot. Dat klinkt inderdaad helemaal niet verkeerd. Nee, inderdaad. Let's go. Let's go, homie. Essay. Let's go, essay. Zo praten de Mexicanen. Essay. Oh, essay, essay. Oh, it's the essay. Zo praten ze. Okay, I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. Misschien niet zo'n goed idee. Nee, dat denk ik niet. I never said it was a good idea, but it's better than risking everyone. Nee, dat is het niet. What's your plan? Want we hebben allemaal weer, toch? Oh ja, tuurlijk. Neem een kleine meisje mee, want... Oké, goed idee. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Als we haar krijgen, gaan we gewoon terug. Helemaal goed idee. She's what? She's just a little girl. Ik kan het doen, jongen. Ik kan het helemaal goed. Ik ben hardcore. Okay, we'll signal you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. Come on, I don't like this. Yeah, Luke. Well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, oh, oh, Carlos toch. Kom, daar gaan we. Hoop ik dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Wens ik jullie nog een hele fijne dag toe. Hoop ik jullie terug te zien in de volgende aflevering van The Walking Dead. Laters.